Hoi hoi, ik heb een vraag voor je over Rafael van der Vaart. Je kent hem van Oranje en van al die grote Europese clubs waar hij heeft gespeeld. Maar Rafael heeft het langs in de Eredivisie gevoetbald. Ja, echt waar. Maar bij welke club? Was dat bij Ajax? Of bij Feyenoord? Of PSV? Bij welke club Rafael het langs heeft gespeeld? Dat is Ajax, antwoord A. Hij speelde in de jeugdopleiding en veel later zelfs bij het eerste elftal. Hij heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld en veel goals gemaakt bij Ajax 1. Hey, daarvoor speelde Rafael tot zijn 10e bij de Kennemers. Dat is een amateurclub, wist je dat? Als jij nu ook bij een amateurclub speelt, kan jij ook nog een beroemde voetballer worden die straks op het WK speelt. Het is Rafael gelukt, waarom jou niet? Ik zie jou straks nog wel op de site, toch? Dan vertel ik je nog wat meer over de clubs van Rafael. Ik heb je beloofd wat te vertellen over de clubs van Rafael van der Vaart. Je bent het misschien vergeten, maar hij heeft na zijn jaren bij Ajax ook in Duitsland gespeeld, bij Hamburger SV. Daar was hij ook de aanvoerder van de ploeg. Hij deed het zo goed dat Real Madrid hem wilde. Zou jij nee zeggen? Rafael niet, dus in 2008 ging hij bij Madrid spelen. Wow, hij heeft dus in Nederland, Duitsland en Spanje gevoetbald. Leuk, maar Engeland ontbrak nog. Dus speelt Rafael sinds de zomer van 2010 bij Tottenham Hotspur in Londen. Stoer, hè?